volgende spreker voor een afstudeerproject aan de TU Delft kwam deze Fries op Texel aan. Om vervolgens op ons mooie eiland te blijven en niet meer weg te gaan. Hij zet zich in voor een praktijkopleiding voor koks en deskundig personeel. Maar ook voor het openbare verlichtingsplan betekende hij als bedenker veel. Zijn plannen om de wegtrekkende jeugd op het eiland te houden zijn ambitieus. Een school die een eigen hotel runt, geen dagdromerij, nee, bloedserieus. Om het vakantiegevoel dat hij op de boot naar het eiland krijgt niet te laten verflauwen, koopt hij bij de Texel losse kaartjes. Hij wil Texel niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Wie, oh wie, komt hier zo meteen te staan in de cinema? Inderdaad, we verwelkomen Pepijn Lieklema. Pepijn, ik nodig je uit om je verhaal te doen. Dankjewel. Mijn achternaam is inderdaad Lieklema. Dat gaat nogal eens fout, dus ik ben heel blij dat het goed gaat. Wat een eer om hier te mogen staan. Ik heb een beetje koorts, dus als ik ineens ineenstort, dan is dat niet onderdeel van de act. Maar nee, het gaat goed komen. Ik ga het hebben over de toekomst van Texel. Ik heb een aantal jaren geleden voor mezelf bepaald van, ja, wat wil ik eigenlijk? En mensen vragen ook wel eens aan mij, ja, Pepijn, wat doe jij eigenlijk? En ik kan het dus nooit in één zin samenvatten. Ik ga het toch proberen te samen te vatten in dit plaatje. Dit is eigenlijk alles wat ik doe. In het midden, ja, goede kwaliteit van leven voor mens en natuur. En ik realiseer me nu pas hoe mooi dat eigenlijk aansluit bij het Texelfonds vanavond. Dat doe ik via goed onderwijs, goed woonklimaat, goed klimaat in het algemeen. Ja, hoe dan? Nou ja, via Duurzame Alliantie Texel zetten we ons in voor de energietransitie. Via jonge bestuurders Texel voor een goed woonklimaat. Via Texlabs, mijn bedrijf, zet ik me bijvoorbeeld in voor het begeleiden van studenten voor vervolgonderwijs op Texel. Maar wat is toekomst eigenlijk? Nou, wat mij betreft is dat een combinatie van visie en innovatie, en die twee dingen gaan ook eigenlijk altijd hand in hand met elkaar. Als we het Rutte vragen, dan zegt hij, voor visie moet je naar de oogarts. Even in de zaal, wie is het daarmee eens? Is visie eigenlijk onzin? Iemand die de hand opsteekt? Nee, niemand mee eens? Nou, gelukkig maar. Ik ben het daar ook totaal mee oneens. Visie is wat mij betreft heel belangrijk. En innovatie ook. En dit ben ik als student. Ik was student industrieel ontwerpen. Het werd net al even genoemd. Ik ben hier aan het werken in de werkplaats van de TU Delft. Eigenlijk het meest opvallende van dit plaatje is dat ik daar nog haar had. En dit is een van de projecten die ik gedaan heb tijdens mijn studie. Ik dacht, ja, wat is eigenlijk de ideale gadget? Tijdens de studie bedacht ik dat van, ja, eigenlijk wil je gewoon een apparaat en dan wil je op een simpele knop drukken en dan wil je gewoon live praten, beeldtelefoon met iemand, of je wilt op een knop drukken, dat staat rechtsonder, en dan wil je gewoon via internet antwoord op je vragen hebben. Ja, en dan denkt u misschien, ja, dit is toch gewoon een lelijke tablet? Ja, eigenlijk wel, maar dit was tijdens mijn studie in 2005, toen bestonden nog helemaal geen smartphones, dus blijkbaar had ik al een bepaald ideaalbeeld op basis van de technieken en innovaties die al wel bestonden. En ik heb het gewoon een beetje bij elkaar gehusteld als idee wat later ook de toekomst zou worden. Nou, en wat is nou de grote uitdaging voor en de toekomst voor Texel? Nou, wat mij betreft is dat de energietransitie. En dat klinkt misschien een beetje gek, want het is toch vooral een toeristisch eiland. Hoezo energietransitie? Omdat ik denk dat dat de komende 10 jaar landschappelijk enorme impact gaat hebben. En ook economisch impact gaat hebben. En daarvoor heb ik dit plaatje. En ik heb een week gewerkt om ooit vorig jaar om dit helemaal door te rekenen. Dat zal ik u allemaal besparen. Maar belangrijk is, dit zijn alle broeikasemissies op Texel. En waarom dat belangrijk is, dat leg ik straks wel uit. Maar dit is het gasverbruik, als we met de klok meegaan. Het elektrisch verbruik, en dan eerst voor huishoudens, voor bedrijven, overheden, dan een laat elektrisch gebruik. Dit is het transport, dus het brandstof. Wat is het? 18, wat is het? Miljoen liter brandstof.
Maar er zijn nog meer broeikasgassen dan CO2. Hè? Het is meer dan alleen energie. Het gaat ook over methaan, de landbouw en bosbouw. En in dit geval is lachgas wat vrijkomt bij kunstmest. Nou, dat heb ik helemaal uitgezocht. Hoeveel is dat dan en waarom is dat van belang? Omdat wij een landelijke opgave hebben door het Parijs Klimaatakkoord natuurlijk, waarin we 49% van onze broeikasemissies moeten terugdringen. Wat betekent dat voor Texel? Dat moet trouwens in 2030 en in 2020 moet daarvoor een plan klaar liggen binnen de regio. Nou, 49% is deze taarthelft. En ik heb even met opzet deze helft genomen, want volgens mij binnen de boeren is al genoeg discussie. Dus laten we die even buiten beschouwing laten. Is ook niet mijn vakgebied, dus het is ook lekker makkelijk voor mij. Maar hoeveel energie is dat dan? Deze taarthelft, 1500 terajoule. Nou, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dus ik dacht, bierveeltje. Wat is dat? Nou, het is ongeveer 12 windmolens, ongeveer 1,5 miljoen zonnepanelen, ongeveer 50 biovergisters of 1500 golfturbines. Dat is flink wat. En dat moet dus in 2030 eigenlijk al gebouwd zijn. Wil je een beetje meekomen met je landelijke opgave? In 2050 moet 95% gereduceerd zijn. Dus dan heb je alleen dit nog over. Ja, hoe we dat gaan doen? Dat wordt een hele grote opgave. Vandaar dat ik denk dat dit een van de grootste impact gaat hebben op de toekomst, ook voor Texel. Welke oplossingen moeten we dan gaan doen? Nou, dat ga ik niet bedenken. Ik heb wel ideeën over. Maar ik vind dat we dat als Texel, als eiland, samen moeten verzinnen. Dus niet opgelegd of geadviseerd van dit is zoals we het moeten doen. Nee, met z'n allen, want het gaat ons allemaal aan, moeten we daar een besluit over nemen. En hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb de afgelopen 3 maanden een bordspel bedacht. En dat spelen we hier met de dorpscommissie van Oosterrent. Volgende week gaan we het met 40 inwoners van Oosterrent spelen. En eigenlijk is het niets anders dan een simulatie, een vereenvoudiging van de werkelijke energietransitie. Het heet Rondje Texel. En daarmee kom je alle oplossingen en problemen die in de echte energietransitie zitten, die zitten hier allemaal in verwerkt. Alles is doorgerekend. En zo kunnen we dus samen een beeld krijgen van welke kant we op willen als eiland. Het goede nieuws is, dit is wat jaarlijks uitgegeven wordt aan energie. En dat is eigenlijk best wel veel geld. Dit is op Texel, dus het is de toeristen en inwoners samen. Dus 4,5 miljoen geven we ongeveer samen uit aan stroom, ruim 6 miljoen aan gas. En de grootste jongen is brandstof. Dat zit hem ook in de boot natuurlijk, vissersboten, auto's, vrachtverkeer, alles samen. Ongeveer 24 miljoen geven we jaarlijks uit aan brandstof. Dat gaat grotendeels uiteraard naar Saoedi-Arabië en andere landen waarvan we ook wel iets vinden waarschijnlijk. Maar het goede nieuws is, dit geven we dus nu uit en zou je dus straks op een hele andere manier gaan uitgeven. En als we het slim doen, lokaal uitgeven. En dan wordt het ineens een hele grote economische pijler op het eiland. En aangezien vervoer een hele grote is qua kosten en economische kansen, dacht ik, hoe gaaf zou het zijn als je als toerist aankomt op het eiland, want dit zou een manier kunnen zijn om energie te besparen, en dat je daar meteen opgehaald wordt door, in dit geval is het een carver. Een carver is die wordt straks elektrisch, een driewieler die in de bochten gaat hangen als een motor. Dus een soort van motor en een soort van kleine auto in één, Nederlands product. Hoe gaaf zou het zijn dat je daarin wordt opgehaald vanaf de boot? Dat is beleving, daar wil je wel voor betalen. En op die manier heb je ook veel meer in de hand hoe je transport eruit ziet. En dus ook hoe het geld wat daarin omgaat nu, die 24 miljoen, hoe die besteed wordt. En dan hoeft de toerist niet zijn eigen voertuig mee te nemen. Want wat geven toeristen aan, en dit blijkt uit enquêtes van de studenten die ik begeleid. Vanuit Texlab begeleid ik ongeveer 500 studenten per jaar. En dat zijn heel verschillende opleidingen. En een van die onderzoeken was gericht op wat toeristen belangrijk vinden en waarom ze hun auto meenemen. En dat waren eigenlijk 2 redenen. Vooral Duitse toeristen willen vooral hun auto mee naar het eiland, omdat ze dan hun bagage op bestemming kunnen brengen. En de 2e reden is dat ze boodschappen kunnen doen. Nou, ik denk dat zijn precies de 2 dingen die wij als eiland ook wel voor die toeristen kunnen regelen. En dan kunnen we nog geld aan verdienen ook. En je kan energie besparen. Want ik weet wel dat over 10 jaar vraag ik mij echt af of mensen überhaupt nog boodschappen in de supermarkt gaan doen. Want deze ontwikkeling gaat heel snel.
En toeristen ook, want die willen eigenlijk helemaal niet meer naar de supermarkt. En zeker niet in de file staan om bij de supermarkt te komen, wat nu vaak het geval is. Dus hier gaat iets heel erg veranderen. En dat zouden we als eiland heel goed kunnen. Het mooiste zou wat mij betreft zijn, en dit is mijn ideaal, mijn toekomstbeeld, als we een instituut hebben, vergelijkbaar met het NIOS, maar dan voor alle disciplines waar Texel goed in is. En dat zijn natuurlijk toerisme, horeca, maar waarom ook niet energietransitie? Waarom niet alle kennis bundelen en jonge studenten daar naartoe halen? Verjonging is uiteraard ook interessant voor het eiland. Daar kunnen we af en toe wel gebruiken, denk ik. Als je op die manier een kennisinstituut hebt, ja, dan komen mensen van heide en ver komen kijken hoe wij dat doen. En dit was een idee van mij een aantal jaren geleden. Waarom niet een hotel? Zoals je dat in Leeuwarden hebt, heb je natuurlijk een Hotel Stenden, wat gerund wordt door studenten. Met een campus daarnaast, een winkel met lokale producten. En jaarlijks ga je al je ideeën van die studenten, die technische ontwikkelingen, die ga je testen in die gasten die in dat hotel verblijven. Op die manier kun je gewoon alles meten wat wel en niet werkt. En de beste dingen kun je kopiëren op de rest van je eiland. Dus je hoeft het niet meteen groot te implementeren. Nee, je test het eerst in het klein, in dat instituut. En zo kun je een heleboel kennis naar het eiland halen en een hele nieuwe economie oprichten. Nou, dat is even in het kort zoals ik het voor me zie. Maar eigenlijk vind ik het altijd veel interessanter waar die studenten mee komen. Want de studenten hebben eigenlijk vaak, en dat eigenlijk was ik ook al, tijdens mijn studentenperiode bedacht ik een soort van rare tablet. Nou, sindsdien is het bij mij wel, zijn de ideeën minder geworden, geef ik eerlijk toe. Maar die studenten hebben vaak veel betere ideeën. Dus ik heb ze ooit gevraagd, en ook vanuit de bestuursklas heb ik dat wel eens gevraagd, van jongens, schrijf nu dus een artikel zoals jij de toekomst voor je ziet. Dit is dus een krant die zogenaamd in de toekomst plaatsvindt. Van wat zou jij willen lezen als artikel in de krant van, weet ik veel, 2030? Nou, en die krant die ligt bij de uitgang en ik zal ze uitdelen als u de zaal uitloopt. En dan mag u er een van meenemen. Daar staan die ideeën in van de volgende generatie. Want volgens mij begint de toekomst bij de vraag te stellen aan de nieuwe generatie. Dat was mijn betoog. Dankjewel, Pepijn. Een mooi verhaal en een interessante ontwikkeling, want ik denk dat het parkeerprobleem dan ook meteen is opgelost. Dus we gaan er aan alle kanten op vooruit.